Met 2 tot 4 miljard euro wil minister Wopke Hoekstra KLM redden van de ondergang. Dat is nodig, zegt Hoekstra, want 9 op de 10 vluchten zijn geschrapt. Het bedrijf verdient nauwelijks nog geld en veel kosten lopen door. En natuurlijk is er discussie over de voorwaarden en ook over de vraag of we KLM wel moeten redden. Die discussie, ook hier aan tafel, D66 Tweede Kamerlid Jan Paternotte erover. En Ties Joosten, hij is onderzoeksjournalist van Follow the Money en doet veel onderzoek naar luchtvaart. Allebei hartelijk welkom. De vraag ligt voor, meneer Paternotte. KLM redden of niet? Wat zegt u? Ja, ik denk dat het wel verstandig is, want KLM, er werken 30.000 mensen daar. Dus dat is in de eerste plaats een belangrijke reden. Als KLM failliet gaat, dan staan er 30.000 banen op de tocht. Dat zou het grootste faillissement in de hele Nederlandse geschiedenis zijn. En misschien ook wel de grootste ontslagronde daarbij. Dus dat is één belangrijke reden. En twee, zonder KLM is Schiphol een heel andere luchthaven. Met nog steeds heel veel vluchten naar allemaal vakantiebestemmingen, dus dat gaat gewoon door. Maar ja, niet meer zo'n wereldwijd netwerk naar China, Amerika, waar het straks nog over gaat. Allemaal bestemmingen over de hele wereld, waardoor ook bedrijvigheid sneller in Nederland terechtkomt. Direct en indirect dus grote schade als we KLM niet meer zouden hebben. Ja, meneer Joost, u heeft veel onderzoek gedaan naar de luchtvaart en specifiek ook naar KLM. Ik stel u ook gewoon de vraag even zo. Wat vindt u, redden of niet? Nou, ik ben natuurlijk onderzoeksjournalist, dus ik draag geen politieke verantwoordelijkheid. En het gaat mij ook niet om de redding van KLM of geen redding van KLM. Wat voor mij belangrijk is, is dat we de juiste feiten op tafel leggen en dat we de geldstromen die met zo'n redding gemoeid zijn, dat we die goed in kaart brengen. Dus eigenlijk is de vraag aan u, als je KLM zou redden, wat red je dan? Nou ja, een van de dingen die je dus redt, waar ik afgelopen week ook een groot verhaal over heb geschreven, is dat een heel groot deel van dat geld zal vloeien naar Ierse leasemaatschappijen. Dat zit zo, KLM leest zijn vliegtuigen, is niet de eigenaar van zijn vliegtuigen, of voor een groot deel van zijn vliegtuigen. En de maatschappijen waarvan ze die lenen, van wie ze die leasen, die zitten allemaal in Ierland. En een groot deel van hen heeft ook weer een holding op de Cayman-eilanden. De enige reden dat dat natuurlijk zo georganiseerd is, is vanwege fiscale redenen om belasting te ontwijken. En dat is ook wel een klein beetje cynisch, dat we nu op het punt zijn om heel erg veel belastinggeld te steken in de redding van KLM, waarna dat geld stroomt naar bedrijven die er alles aan doen om zo min mogelijk belasting te betalen. Bij benadering, hoeveel geld stroomt er naar die leasemaatschappijen in Ierland? Air France KLM heeft 1,6 miljard per jaar aan leaseverplichtingen aan dit soort maatschappijen. Zijn er nog meer verplichtingen die KLM, Air France KLM heeft waar we niet meteen bij stilstaan als we er gaan redden? Nou ja, ik denk dat je doelt op de hedgecontracten. Ze hebben heel veel kerosine voor de toekomst ingekocht. Nou, nu de vliegtuigen niet vliegen, moeten ze daarvan af. En dat moeten ze op het moment dat de olieprijs volledig is ingestort. Terwijl de prijzen waartegen ze die gehedged hebben vrij hoog zijn. Nou heb ik een beetje in de jaarrekening zitten spitten. Helemaal precies kom je er niet achter wat dat gaat kosten. Maar dat gaat echt om miljarden. 2,5 miljard, dus kom je ongeveer wel uit. Wat de blootstelling is, wat de negatieve schade is van die hedge-blootstelling. Ja. Dus miljarden zijn we kwijt aan afspraken over brandstof die voor de toekomst al gemaakt zijn. Olieprijs gedaald. Mm-hmm. En miljarden zijn we kwijt aan leasemaatschappijen die van de vliegtuigen van Air France KLM. Ja, wat vindt u daarvan? Staat u daarbij stil? Ja, zeker. Nee, het is een heel terechte analyse. Het gaat natuurlijk voor een groot deel over iets waar heel veel luchtvaartmaatschappijen mee te maken hebben. Dat ze vliegtuigen moeten leasen en inderdaad olieprijzen hedgen, zoals dat heet. En dat ook nog in Ierland. Ierland is een beetje het Liberia wat Panama voor de scheepvaart is. Dat is Ierland voor de luchtvaart. Heel veel bedrijven gaan daar zitten, want weinig inspecties, weinig werknemersrechten en inderdaad ook lage belastingen. Ja. Dus ja, ik denk dat u mij als D66 niet kwalijk neemt dat ik vind dat daar meer Europese toezicht moet komen op de veiligheid, maar dat we ook Europese ondergrenzen voor dat soort belastingtarieven moeten hebben. Ja, maar dat is dan voor de toekomst interessant. Dat Zeker. Heb je niet van vandaag op morgen geregeld. En die redding van KLM, Air France KLM, of in dit geval KLM, die moet wel van vandaag op morgen. Kan dat onder deze omstandigheden? Nou ja, kijk, als je zou zeggen, je wil van deze verplichtingen af. En bij die olieprijzen laten we ook wel zijn. Er is ook een tijd geweest, 2008, waarin de olieprijs door het dak ging. Nou, toen profiteerden luchtvaartmaatschappijen juist van het feit dat ze die vooruit hadden gekocht. Nu is dat nadelig. Maar als je KLM dan failliet laat gaan, ja, dan ben je inderdaad van die verplichtingen af. Maar dan geldt dat voor veel meer dingen. Want dan staan de banen van mensen op de tocht. Dan heb je het over de pensioenverplichtingen die KLM heeft. Alle Nederlanders die nu een ticket hebben gekocht bij KLM en daar een voucher voor hebben gekregen, ja, die kunnen naar hun geld gaan fluiten.
Dus dat is ook wel, als je het failliet laat gaan, moet je wel doorredeneren wat daar de consequenties van zijn. Laten we even, want dit zijn de feiten die u aandraagt over de kosten die samenhangen met een eventueel faillissement van KLM. Maar laten we inderdaad ook even naar die andere kant kijken, zoals u ook oppert. Het economisch belang van KLM en hoe groot dat is. Daar zijn de meningen een beetje verdeeld over, meneer Joost. Ja, klopt. Ik hoor het nu eigenlijk ook weer. Dat er, eigenlijk is die kostenbatenanalyse die in het verleden ook telkens gemaakt wordt, die is heel scheef. Je ziet eigenlijk dat die baten worden niet telkens enorm positief voorgesteld en de kosten worden een beetje weggemoffeld. Ook over die banen weer. Ik heb daar ook vrij veel onderzoek naar gedaan. En ja, zoveel banen zijn er nou ook weer niet mee gemoeid. Meneer Elbers riep bij het programma Jinek nog dat er 300.000 banen met de luchtvaart in Nederland gemoeid zouden zijn. Ik heb onderzocht waar dat vandaan komt. Dus het komt maar uit één studie. En die studie, dat is gewoon een lobby. Dat is echt te zwaar overdreven. En dat zie je telkens gebeuren. Wil ik niet zeggen dat als KLM toevallig nu, als ze dat failliet zouden laten gaan, dat natuurlijk de hele vraag naar luchtvaart in Nederland wegvalt. We gaan nog steeds douaniers nodig hebben, piloten nodig hebben, schoonmakers nodig hebben, de Burger King gaat mensen nodig hebben op Schiphol. Dus het wil niet zeggen dat al die banen op de tocht staan. Nee, het aantal banen schijnt, laten we daar even bij mee beginnen. Ja. Volgens meneer Joosten is dat overdreven. Kijk, ik ben het helemaal met hem eens dat overdreven is en dat je niet op lobbyisten moet afgaan voor het beredeneren van hoeveel banen er in een sector precies zitten. Maar op Schiphol werken wel direct 70.000 mensen en er hangen natuurlijk heel veel banen met maaltijden die gemaakt worden, toeleveranciers, wel heel direct mee samen. En we hebben dit eerder gezien. In België is de luchtvaartmaatschappij Sabena failliet gegaan, in Zwitserland Swissair. Nou, die hebben gewoon een doorstart gemaakt, alleen die waren wel 3 keer kleiner. Daar werken nu 3 keer minder mensen dan daar eerder werkten. Ook de luchthavens hebben heel veel banen ingeleverd. Dus als je dat op KLM zou plakken, je laat het failliet gaan, je maakt een doorstart, heb je over 20.000 mensen die op straat staan. Ik kan er soms wel een beetje kwaad om worden om het idee van, ja, dat is even pijn die je even moet pakken. Want het gaat om 20.000 mensen die gewoon boodschappen moeten doen, huur moeten betalen, abonnement op Follow the Money moeten betalen, wat ik iedereen zou aanraden. Ja, dat kun je niet zo even wegredeneren. Zeker niet in deze tijd. Nee, dat moet je zeker niet doen. Maar inderdaad, Sabena is een heel goed voorbeeld. Je ziet juist bij Sabena dat daar inderdaad een klein dipje in de werkgelegenheid plaatsvond. Maar juist die economie van België, die heeft al die banen gewoon weer geabsorbeerd en aangeboden aan die mensen. Dat zijn allemaal mensen met relatief generieke kwaliteiten. Dat zijn schoonmakers, dat zijn douaniers. Nou, die kunnen prima bij de politie ook gaan werken. De schoonmakers zijn, ik weet niet hoeveel plekken voor die mensen in het rest van de economie. Dat wil niet zeggen dat die mensen allemaal op straat komen te staan. Kijk, ik denk dat in de huidige economie dat je niet kan denken dat mensen zo makkelijk weer even aan de baan komen. Want we gaan nu een recessie in. Er staan heel veel banen op dit moment op het spel. We moeten er heel veel geld in steken om dat voor op dit moment in ieder geval te behouden. Dus om te denken dat dat snel is opgelost, lijkt me niet. Het is overigens niet zo dat ik zeg van je moet geen voorwaarden stellen bij steun aan KLM. Ik denk wel dat het uiteindelijk een bedrijf is. En dat heb jij op meerdere artikelen ook heel goed weten te onderbouwen. Wat profiteert van een onderbouwing van de luchtvaart, waarbij tickets indirect gesubsidieerd worden en de prijs niet helemaal eerlijk in elkaar zit. We hebben een paar jaar geleden het klimaatakkoord van Parijs met alle landen afgesloten. Voor het eerst landen die samen zeiden we leggen ons vast op concrete klimaatdoelen, verlaging van de uitstoot. 2 sectoren deden niet mee, de luchtvaart en de scheepvaart. Ik denk ook dat we deze kans moeten aangrijpen om die historische fout, om die te herstellen. Ja. Om ervoor te zorgen dat je zegt, de luchtvaart gaat daar wel aan meedoen en moet ook zorgen dat de klimaatdoelen gehaald worden. Wat u eigenlijk zegt is, je kunt nu voorwaarden stellen als je KLM gaat helpen. En dat zou je moeten doen dus op het gebied van duurzaamheid. Precies. Ja, maar het gevolg daarvan is, en die gevolgtrekking wordt volgens mij niet helemaal gemaakt. Inderdaad, het klimaatakkoord dicteert al heel lang dat de luchtvaart een beetje gaat moeten krimpen. En het logische gevolg daarvan is dus dat een heleboel van die banen, of een deel van die banen, dus ook niet zal terugkeren. De toekomstvoorspelling laat dat gewoon duidelijk zien. We zullen, de tickets zullen ook wat duurder moeten worden. We gaan KLM nu volstoppen met schulden. Op het moment dat dat op een of andere manier terugbetaald moet worden, worden de tickets duurder, wordt de vraag minder. Is er dus ook wat minder werkgelegenheid. Dus die hele redding verpakken als een soort redding van de werkgelegenheid vind ik een beetje een vals argument, omdat het niet erkent dat die werkgelegenheid sowieso minder gaat worden. Ja, eventjes. U zegt eigenlijk met zoveel woorden dat de tijd van grote luchtvaartmaatschappijen, zoals we die gekend hebben sinds de Tweede Wereldoorlog, dat die tijd een beetje voorbij is. Ja, ik denk dat we dat al eigenlijk al een aantal jaar weten. Sinds de ondertekening van het klimaatakkoord is het glashelder dat op den duur die luchtvaart gaat moeten krimpen. Gaat u niet iets redden wat
in bepaalde opzichten, en zeker ook als je naar duurzaamheid kijkt, misschien achterhaald is? Nou, de luchtvaart zal zich absoluut moeten aanpassen. En KLM wordt kleiner, dat heeft Pieter Elbers al gezegd. Dus dat zal ook betekenen dat sommige mensen eerder met pensioen gaan. KLM heeft nu al tijdelijke contracten niet verlengd. KLM wordt kleiner, dat geldt voor heel veel luchtvaartmaatschappijen. Alleen de vraag is, betekent dat nou dat je die maatschappij failliet moet laten gaan en zeggen dat je die wereldwijde verbindingen straks helemaal niet meer nodig hebt? En dan denk ik een economie als de onze, het is een exporteconomie, we zijn een handelsland. Er zijn heel veel bedrijven die over de hele wereld zaken doen. Die zullen die verbindingen wereldwijd wel degelijk nog steeds nodig hebben. Ik zie voor me dat we straks veel meer met de trein doen naar Londen, Parijs, Frankfurt, Berlijn. Maar New York, Shanghai, daar ga je straks ook niet met de trein heen. Nee, dat is een punt wat we in deze discussie inderdaad nog niet op tafel hebben gehad. Het netwerk dat Air France KLM heeft. Het feit dat je je ook vestigt als internationaal bedrijf in Nederland, omdat dat netwerk er is. Onderschat u dat niet? Nou, ik denk dat dit weer zo'n voorbeeld is van een baten die wel degelijk aanwezig is, maar die enorm wordt opgeklopt. Het is natuurlijk niet zo dat Nederland een soort flyover country wordt op het moment dat dat de netwerkfunctie van KLM een knauw krijgt. Je kan nog steeds in New York of Xiamen of in Växjö in Zweden terechtkomen. Wellicht heb je voor de kleinere bestemmingen een overstap nodig. Dus voor het kleine segment mensen die daar dan naartoe wil, die moet een overstap maken eventueel op Istanbul Airport. En dat is misschien iets waard, hè, dat niet hoeft in deze tijd. Maar is het ook 2 tot 4 miljard waard? En is dat en dat is nog maar genoeg voor een jaar, zegt de topman van Air France KLM. Over een jaar zitten we weer over een volgende steunmaatregel te praten. Is het eigenlijk zo dat u ons duidelijk probeert te maken dat we misschien vasthouden aan iets waar we sentimentele gevoelens voor hebben, of wat uit vaderlandslievende gevoelens misschien belangrijk is, en waarvan we niet zien dat het moet veranderen? Ja, dat denk ik. Ik denk dat die heel erg emotionele redenen veel zwaarder meespelen dan we aan onszelf toegeven. Hoe kijkt u naar die emotionele redenen? Nou, ik denk dat je nuchter moet zijn. De blauwe trots, dat is natuurlijk een heel mooi gevoel, maar op gevoel moet je dit soort besluiten niet nemen. Ik denk meer aan de economische functie die het bedrijf heeft voor een handelsland als Nederland, waar bedrijven als ASML en Philips ook van afhankelijk zijn. En dat is in deze tijd echt niet iets wat je moet wegredeneren. Stel dat KLM failliet gaat, dan heb je dus over het grootste faillissement in de geschiedenis. En dat op een moment dat mensen niet zo makkelijk even een nieuwe baan vinden. Dus het is een effect. En andere landen hebben het eerder gezien. In Budapest, de Hongaarse luchtvaartmaatschappij ging failliet. Nou, dat vliegveld stroomde weer vol, maar dan met goedkope vakantievluchten van een nieuwe maatschappij die daar kwam, Wizz Air. En dat was ook heel veel vliegtuigen. Alleen leverde het voor de economie en de bedrijvigheid niets op in die stad. Dan kun je beter KLM hebben die niet alleen, juist niet alleen naar die vakantiebestemmingen vliegt. Maar de luchtvaart zal echt moeten veranderen. Ik zei het klimaatakkoord van Parijs. Ja. Maar er zal ook op geluid meer beperkingen moeten komen, op stikstof. Maar als je luchtvaart hebt, en dat heb je uiteindelijk toch nodig in de wereld, dan kun je beter wereldwijde bestemmingen en een goed netwerk hebben dan dat je alleen maar een vakantievliegveld hebt. Is het eigenlijk niet zo dat we veel gewoon niet weten van wat de effecten zouden kunnen zijn van een faillissement van KLM? Nee, je kunt alleen afgaan op voorbeelden uit het buitenland. België, Zwitserland. Je ziet dus inderdaad dat die vliegvelden kleiner zijn geworden. Maar het zijn natuurlijk ook andere economieën. Want Brussel draait geen, een groot deel geen slechte de economieën, van, toch? Nee, maar Brussel is de hoofdstad van Europa. Er zitten daar niet zoveel grote bedrijven als in Nederland. Het is wel de hoofdstad van Europa. Ja, dat vertrekt niet zomaar. Nee. Maar Nederland is wat dat betreft wel een ander land. Een ongewis scenario? Nou ja, maar dat is denk ik volgens mij juist het probleem. Je ziet dat er hoe dan ook krimp gaat moeten plaatsvinden. En tot een maand voor de crisis riep Pieter Elbers nog dat de enige manier waarop KLM zou kunnen verduurzamen was door te groeien. Dus überhaupt het idee en dat KLM en de luchtvaart überhaupt geraakt gaat worden door krimp, dat lijkt binnen die sector maar nauwelijks te landen. En dat is wel problematisch. Kijk, we weten heel veel niet, maar als je maar strategieën gaat maken over hoe een kleinere luchtvaartsector eruit ziet, ja, dan kun je misschien een beetje in de driver's seat zitten op het moment dat die verandering plaatsvindt. En dat vindt mij heel mondjesmaat. Maar daar ligt nu wel een kans. Want je ziet in Frankrijk dat de Franse regering met Air France heeft afgesproken de helft van de CO2-uitstoot binnenlandse vluchten omlaag. Rapporteren zoals in het Parijsakkoord. Meer duurzame brandstoffen. Ja, je hebt nu de kans om dat soort dingen te vragen aan luchtvaartmaatschappijen. En ook te stoppen met bijvoorbeeld lobbyen tegen zo'n vliegtax, wat KLM de afgelopen jaren deed. Ja, dat ze niet tegenstribbelen bij het aanpakken van de klimaatcrisis, maar dat je hen misschien min of meer ertoe dwingt om mee te gaan werken. Ja. En daarbij gaan ze samen door, denkt u, Air France en KLM? Of zal er eerst een scheiding komen? Ja, dat, geen idee? Dat weet niemand.
Ja, ik denk dat KLM is ooit samen gaan werken met Air France, omdat je toen merkte dat KLM in zijn eentje het niet redde. Het bedrijf stond er echt slecht voor. Nou, die samenwerking kwam er. Heel makkelijk is die niet. Maar ik denk wel dat je beter samen kan werken dan dat KLM in zijn uppie doorgaat. Want er zijn niet echt andere partners in Europa over die je zou kunnen uitzoeken. Hè? Nog los van hoe ingewikkeld zo'n ontvlechting is. Oké. De discussie die zal de komende tijd zeker ook plaatsvinden over het wel of niet steunen van KLM. Hartelijk dank, Jan Paternotte en Ties Joosten. Dank.